Afgelopen weekend was echt bizar. Mijn beste vriend en collega Jan die ging niet alleen een Ironman doen, maar ook nog aan de finish zijn vriendin ten huwelijk vragen. Veel van jullie vragen je misschien af, wat is een Ironman? Je moet je voorstellen dat je een marathon gaat lopen, maar voordat je dat gaat doen, eerst 6 uur moet fietsen en daarvoor 1,5 uur moet zwemmen. Nou, dat noemen ze een triathlon, ofwel een Ironman. Het wordt absoluut het grootste weekend uit Jans leven, dus wij besloten met het team mee te gaan voor de sport en natuurlijk ook om alles voor je vast te leggen. Hier bericht uitgetypt naar de vriendin van Jan. Je hebt gezegd dat wij met de raceorganisatie hebben kunnen fixen dat zij de medaille bij Jan op mag hangen, want dat wel leuk zijn voor Jans video. Als ze nu zegt van, lijkt me niks. Oké, nu het plan in werking was gezet, gingen we de auto ophalen en gingen we naar Jan toe om de laatste dingen voor te bereiden. We hebben zijn startnummer opgehaald, het parcours besproken, zijn voeding voorbereid en niet onbelangrijk, ook nog even het aanzoek doorgenomen. Pak haar handen en zeg ik van, ik heb ook wat leuks voor jou. En dan, oh, sorry. Even oefenen. Oh man. Roche Enke. Jezus, wat een ring. Nou mooi hè? Die moet ik nu gaan bewaren in mijn leven. Ja. Oké, nu het plan voor de Ironman helemaal rond was en wij de ring in ons bezit hadden, moesten we alleen een goedkeuring krijgen van de organisatie van de Ironman zelf. Have you seen the Estonian proposal? I don't think so, no. So, I was massaging his legs. He could barely open the fucking box. We kregen goedkeuring van de Ironman en toen moesten we alleen nog even een nummer voor het aanzoek uitzoeken. Oh, bless the ring. En daarna was het weer tijd om Jan thuis af te zetten. Het is 5:05 ochtends. We zijn zojuist aangekomen bij de start van de Ironman in Kopenhagen. Grote dag voor Jan vandaag. Ik kan echt niet wachten om te zien shinen. Let's go! Hoe heb je geslapen? Best goed. Ja? 6 uurtjes. Nog voor een uur onderweg, zei ze hoe ze langs moet komen. Hij zwemt ergens daar. Ja! Ja, let's go, Jan! Ja, hier! Oké, jongen, let's go, man. Kom op, jongen, gas erop, gas! Ja, het lastigste deel zit erop. Ja, nu gaan we genieten. Ja, nu even lekker een stukje fietsen. Ik kan nog even uitlopen. Let's go! Let's fucking go! Let's go, Jan! Jan is aan het vertragen, hij heeft sowieso kramp. Ik moet even doorpakken. Let's fucking go! We gaan nu Jan de ring geven. Ik ben echt kotsmisselijk van de zenuwen. Such a surprise. Seeing my girlfriend here giving me the medal is awesome. But I also have a surprise for her. Damn. We're in the power.